Hallo allemaal, ik heb gekozen voor het boek Onder mijn huid. Het boek gaat over Coco. Coco is een meisje waarvan haar naaktfoto's verspreid zijn. Het boek is een jeugdroman. Dit is de auteur van het boek, Marlies Slegers. Zoals ik al zei, gaat het boek over een meisje waarvan haar naaktfoto's verspreid zijn. Dit is de hoofdpersonage Coco. Coco heeft bruin, lang, krullend haar. Dit is Nick, de jongen waar Coco al maandenlang verliefd op is. Hij speelt hockey, waarnaar Coco en Lien, haar beste vriendin, vaak naar gaan kijken. Dit is Merel, de vriendin van Nick. Als Merel en Nick uit elkaar gaan en Merel te horen krijgt van Nick dat hij en Coco wat hebben, verzint ze allerlei plannetjes zodat Nick Merel niet meer leuk vindt. Dit is Lien, de beste vriendin van Coco. Zij vond Nick nooit een goede jongen. En vond het dan ook geen goed idee dat Coco er iets mee zou hebben. Nick had beloofd direct alle foto's en sms'en te verwijderen dat Coco stuurde. Dit heeft hij dus niet gedaan en hij heeft het aan zijn vrienden laten zien. Gelukkig wisten maar een paar vrienden het. Tot een dag dat iemand anoniem Coco stuurde. Hij of zij stuurde een van de foto's door dat Coco naar Nick had gestuurd. Je kon duidelijk zien dat dit Coco was. Hij had er ook bij gezet, als jij mij binnen de 24 uur geen foto van jezelf naakt stuurt, dan zet ik deze foto online. Dit wou Coco natuurlijk niet doen. Nu stond de foto online en had iedereen het gezien. Iedereen van school, iedereen van de hockey, iedereen wist ervan. Al snel volgde er ook een volgend bericht, met een stukje van een video die ze naar Nick had gestuurd. Hiervoor kreeg ze weer 24 uur de tijd. Al snel stond de video ook online en had iedereen het weer gezien. Natuurlijk denkt Coco direct dat het Nick is en praat er ook met Nick over. Nick vertelt dat hij het niet is. Maar Coco weet niet of ze dat moet geloven. Hij is namelijk de enige die die foto's heeft. Wie zou anoniem nu zijn? Is het toch Nick of toch niet? Ik zelf vond het een boeiend boek. Het was leuk om te lezen en het interesseerde mij ook. In het begin was het raar, want het begon met twee pagina's die verder in het boek ook stonden. Voor de rest was het redelijk duidelijk en het is zeker een aanrader.